Tommy Junior! Ja! Die is DJ. En samen met Tiësto verovert hij Amerika. Hey, Dr. Corrie, hoe is het? Zeg, we hebben het over de puberteit. Heb jij in je puberteit je wel eens afgezet tegen je ouders? Maar ik heb me nooit echt mega afgezet. Ja, mijn moeder was heel beschermend. Die wilde echt altijd dat ik een sms'je stuurde als ik op school aankwam en zo, iedere ochtend. En op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ma, luister, ik vind het nou wel genoeg. Weet je wel? Ik ben 14 en ik wil nu gewoon mijn ding doen. Hmm. Tony, waar ik benieuwd naar ben, hè? Was jij als puber al stoer? Als ik op terugkijk, ja, was ik wel een stoer jochie, want ik deed wat ik wilde. En ik liet me van niemand wat aan. Ik trok me van niemand wat aan of zo. En wat andere kinderen van mij vonden. En ik vind dat ook wel heel belangrijk, dat je gewoon als puber, waar je op zo'n moment komt, dat je ziet wat normaal is, wat hip is en wat tof is, dat je gewoon lekker doet wat je zelf wil. Ik liep in shirt van de Kringloop en ik vond dat tof. En ik rockte dat gewoon heel hard en iedereen die er wat over zei, ja, dat boeide mij niet zoveel. Dus is dat stoer of? Nou, best wel. En eerlijk gezegd, ik vind jou nog steeds wel een hele stoere man. Ik vind stoer iets heel anders. Ik vind stoer gewoon als je jezelf bent. Het klinkt heel cliché, maar als jij gewoon denkt, dit ben ik en in mijn geval, ik heb nagellak op al 2 jaar en ik vind dat tof en iedereen zit me aan te kijken alsof ik niet wijs ben, maar ik vind het tof, dan denk ik, ja, dat vind ik stoer. Dus ja, het is een beetje hoe je stoer bekijkt en ja, ik zie mezelf niet als stoer, maar gewoon, want ik doe lekker mijn ding en ik ben niet te veel bezig met wat andere mensen van me vinden. Dat vind ik een beetje zonde van mijn tijd, dus ja, ik vind mezelf super stoer. Nou, vind ik ook. Ja. Doe gewoon wat je zelf heel erg tof vindt. En dat is gewoon het belangrijkste. En niet aantrekken wat je maatjes of sukkels in je klas zeggen, weet je wel. Dat gaat vanzelf weer over. Maar wees gewoon zelfverzekerd. Ja. Maar Tony, wat ik vaak zie in videoclips, hè, dat mannen zijn dan stoer, hè, die rijden in dikke auto's en die gooien met geld. En die vrouwen die lopen dan met zo min mogelijk kleren rond. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel heel ver gaan. Ik vind het heel ver. En ik vind het vooral ver gaan voor jonge kinderen die net een beetje op Instagram zitten en het maar normaal vinden dat je bitches hebt en champagne popt en weet ik het allemaal en zo met geld om moet gaan. Denk, ja, is dat, net, dat is niet goed. En ik denk dat je gewoon vooral heel erg naar jezelf moet kijken van wie ben ik. En dat heb ik in ieder geval altijd gedaan. Hey, besprak jij vroeger puber dingen eigenlijk met je moeder of met je vader? Ja, ik ben altijd heel open geweest daarin en ook met mijn moeder. En ja, dat was voor mij geen raar onderwerp. Ik vertelde ook gewoon, ja, ik heb voor het eerst seks gehad en voor het eerst geneukt en dat was super vet. En ja, heb je het al veilig gedaan? Ja, tuurlijk. En, ja, mijn eerste schaamhaar of weet ik het dan. Ja, dat is allemaal wel besproken of zo. Dus ja, voor mij was het allemaal heel normaal. Nee, ja. Maar stel nou, hè, stel dat ik het nou helemaal niet durf te bespreken met vrienden. Als jij iets hebt en je durft het niet te bespreken, je bent homo, je wil je piemel eraf laten halen, je wil seks hebben, je hebt een soa, of noem maar iets op. Bespreek het gewoon. Tuurlijk is het even ongemakkelijk, maar denk maar gewoon, oké, ik ga het gewoon nu zeggen. En want dan is het uit de lucht. Dan valt die stress weg. Vragen. Doe geen stomme dingen. Maar vraag gewoon. Doe je wel iets stoms? Nou, bespreek het. Je ouders hebben 30, 40 jaar meer ervaring. En die snappen jou echt wel. Ja, dat weten jullie, hè. Praten, praten, praten. Dat is belangrijk. Bedankt voor dit gesprek, Tony. Echt super. Dag. Doei, Dr. Corrie. Dr. Corrie.